me bedreigd. Hij heeft mij uitgescholden. Voor hoer. Het is echt verschrikkelijk. Dit is geen democratie niet meer, hè. Dit is dictatuur. Je bent er dag en nacht mee bezig. Het maakt van u een kapot mens. Die jaren van miserie die ze achter de rug hebben, die kan je niet ongedaan maken. En dat geeft een wrang gevoel. Goedenavond, welkom bij Panorama. Voortaan weer op donderdag en dat vieren we met een extra lange en onthullende reportage over de Limburgse politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Kortweg, HZODI. Het klinkt vrolijk, maar u zag het al, de werkelijkheid is anders. Vier personeelsleden konden de graaicultuur en het premiejagen onder de vorige korpschef niet langer aanzien en bonden de kat de bel aan. Maar toen begon de miserie pas. De intriges die u vroeger na Panorama in Dallas zag, ziet u vanavond in Panorama. Voor wie de klok luidt, een reportage van Wim van den Einde en Jacques Servaas. In dit verhaal zijn er vier hoofdrolspelers. Vera Franken, Marianne Vonks, Serge Delvaux en Anita van Noppen. Anita van Noppen is onder doktersbehandeling en kan niet aan deze reportage meewerken. De vier werken in dienst van de politiezone HZODI en krijgen aanwijzingen dat de politietop fraudeert. Ze klagen dit aan en komen in een machtsspel met soms verrassende spelers terecht. In Limburg is het grondgebied van de gemeenten Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek samengevoegd tot één politiezone, de zone HZODI. Het gemeentehuis van Zonhoven. Vier keer per jaar vergadert de politieraad over politieaangelegenheden. De raad bestaat uit 21 gemeenteraadsleden afkomstig uit de drie gemeenten, de drie burgemeesters en de korpschef. We lijken niet welkom. Korpschef Michel Beckers komt ons onmiddellijk tegemoet. Wie filmt dat, jongens? Is openbaar. Ik doe geen moeite, ik zeg niks. U zegt niks? Nee, ik zeg er niks over. Is goed geweest. Ook de voorzitter, de Hasseltse burgemeester Hilde Klaas, lijkt wat camera-schuw. Mevrouw Klaas? Ja, even met u heen. Ja, u bent ook burgemeester, mevrouw. Ja, meneer, maar kijk, het zijn delicate zaken. Er zijn meer dan 10 procedures hangen. Er zijn bevoegde instanties. De korpschef wil ons niet te woord staan. En ook de burgemeester blijft bij haar weigering. Ook de Hasseltse commissaris Ronnie Bietz, die aanwezig is op de politieraad, wil niks zeggen. We willen u een interview geven. De enige die een verklaring wil afleggen is de advocaat van de politiezone HZODI. Het lijkt me niet opportun dat u die vragen op dit ogenblik aan de burgemeester stelt. U kan die vragen perfect stellen nadat de zaak zal beslecht zijn voor de rechtbank. Hasselt, hoofdstad van het gezellige Limburg. Maar de top van het politiekorps communiceert enkel via haar advocaat. Wat is er hier aan de hand? Commissaris Walter Dekes werkt sinds kort op de cel schijnhuwelijken van de politiezone HZODI. Hij is eindelijk weer aan de slag. Hij heeft 5 jaar lang werkloos thuis gezeten. Daarvoor was hij jarenlang de korpschef van de politie in Hasselt. Tot hij in 1998 door toenmalig burgemeester Steve Stevaart opzij werd gezet, zo zegt hij. Ik ben opgeleid in de Rijkswacht uiteindelijk. En daar waren een aantal principes die in de militaire school, waar onze opleiding begonnen was, altijd werden meegegeven met de paplepel. Een van die zaken was onder andere eerlijkheid, openheid, rechtschapenheid enzovoort. Ik had diverse incidenten met de toenmalige burgemeester. En daar werd ik geconfronteerd met zware politieke invloed. Onder andere bij bevorderingen. En dat kwam natuurlijk zeer sterk in conflict met mijn algemene visie op politiemanagement, zal ik maar zeggen. Zodanig dat hij geoordeeld heeft om iemand anders in de plaats te zetten. We proberen de toenmalige burgemeester Steve Stevaart te bellen, maar die wil niet meewerken. Goedendag meneer, het is met Steve Stevaart. Ik heb uw berichtje gekregen, maar ik doe geen interviews, geen enkel interview. Goed,
bedankt, dag. Michel Beckers wordt boven Walter Dekens geplaatst. Dekens krijgt enkele buitenlandse opdrachten en heeft daarna in Hasselt geen werk en zelfs geen kantoor meer. Hoe was het dan? Dan vraag ik, tja, ik ben terug. Waar is mijn bureau? Wat moet ik doen? Ja, als we u nodig hebben, dan zullen we u bellen. Punt. Het is gewoon iemand opzij zetten en opzij houden. Waarom is Michel Beckers naar Hasselt gehaald? Hij is dan geëvalueerd van de ene socialistische gemeente naar de andere. Nou, dus van Mazeik, bestuurd door een socialistisch burgemeester. Hij is naar Van Veldhoven gegaan in Lommel, van Veldhoven naar Stief Stevaart in Hasselt. Dus politiek? Bah, ik denk niet dat je het anders kunt noemen. Nee. Willy Bonnier was jarenlang vakbondsafgevaardigde voor de NSPV. We mogen deze vakbond in dit verhaal als neutraal beschouwen, omdat zowel Michel Beckers als Vera Franken aangesloten zijn. Vertel eens iets over Michel Beckers. Als persoon, reputatie. Ja. Ja, mij iets vragen, hè. Dat is een belangrijke vraag in heel dit verhaal. Ja, vraag wel, maar het antwoord is voor mij een beetje delicaat. Dat is een beetje een moeilijk geval, hè. Wat je me nu vraagt, ik kan u dingen vertellen, maar dat... Niet voor de uitzending van het. Michel Beckers wordt de baas van de politiezone Hazeldien. Hij krijgt de leiding over een korps van zo'n 300 mensen die hij door de politiehervorming moet loodsen. Een zware opdracht. Een belangrijke steunpilaar voor Beckers is Vera Franken. Zij komt van de stadsdiensten en heeft na verloop van tijd de leiding over heel de administratie. Dat zijn een 60-tal mensen. Allemaal burgerpersoneel die geen echt politiewerk doen. Het kader binnen de administratie bestaat uit Serge Delvaux, hoofdpersoneelsdienst. Anita van Noppen, plaatsvervangend hoofd van de personeelsdienst. En Marianne Vonks, die het beleidssecretariaat leidt. Allemaal onder de leiding van Vera Franken. Mijn persoonlijke indruk was dat die mevrouw heel correct was. Heel correct in haar bevindingen en die hele dienst functioneerde daar heel correct. En het is die correctheid mijn indienst dat hun de nek heeft gebroken. De samenwerking tussen Michel Beckers en Vera Franken verloopt aanvankelijk vrij goed. Maar toch ontstaan er na verloop van tijd spanningen binnen het korps. Omdat sommige politiemensen diensten krijgen die zeer goed betaald zijn en anderen niet. Commissaris Ronnie Bietz is de man die hierover beslist. Degene die bij de klik hoorden van Beckers en Bietz, die kregen de mooie diensten. En zeker in het, ja, de avonduren in het weekend. Dus dan, je hebt dan de nachtposten eigenlijk. Die werden dus heel, heel rijkelijk verloond. Op die manier was het zo'n beetje een gevecht binnen het korps om die rijkelijk verloonde uren te krijgen. Commissaris Bietz was degene die het dienstschrijfboek beheerste. Dus die had eigenlijk alle macht in handen om u op het einde van de maand een dikke beurs te geven of een minder dikke beurs. Het ging alleszins om bedragen die bijna de helft van uw loon er bovenop krijgt. Zo kunt u het wel geruststellen, ja. Marianne Verbist is de echtgenote van de vroegere korpschef Walter Dekens. Ze zit al jaren in de politieraad. Ze bevestigt dat het loon van een politieman erg kon variëren. Ik heb dus opgemerkt op de begrotingen dat er sommigen zijn die tot 15.000 euro per jaar bijverdienen. En mensen in dezelfde dienst niet. De korpschef zou dit premiejagen kunnen verhinderen. Maar Michel Beckers was volgens Vera Franken vooral bezig met zijn eigen belangen. Ik vond dat Michel Beckers bijzonder altijd bezig was met zijn persoonlijke dingen. Hoeveel verdiende Michel Beckers? Ik denk dat, ik ken dat niet van buiten, maar ik denk dat dat iets op de 3000 euro was, bijna 4000 euro. En dan met zijn mandaattoelage erbij komt men tot na een 5000 euro per maand netto. Een korpschef heeft recht op dit royale salaris. Maar heeft dan volgens de wet geen recht meer op nog extra vergoedingen.
Hij heeft dus gewoon een wedde, zoals ieder officier. En daarbovenop krijgt hij een mandaattoelage als korpschef. En dat wordt geacht volledig alle kosten te dekken. Dus daarbovenop komt er normaal niets, ook al werkt hij veel in de weekends of weinig of nachten. Die mandaattoelage wordt geacht dat allemaal te omvatten. Maar toch incasseert Bekkers bovenop zijn loon nog extra vergoedingen, zegt Vera Franken. Om de 3 maanden kreeg hij dus 1115 euro uitbetaald. Hij diende bij ons, bij commissaris Bits, dan nog een keer extra vergoedingen in. Weekendprestaties, overuren, maaltijdvergoedingen. Ook met de firma. Eigenlijk een firma die logistieke middelen levert, maar men kan daar dus eigenlijk al zijn verfmateriaal ook in kopen en zo. Handtassen leveren ze zelfs. En ik weet dan dat Michel Bekkers daar persoonlijk voor zijn privédoeleinden zaken gaat kopen. En dat zet op de rekening van de politiezone. Bepaald ogenblik vroeg hij zelfs aan mij om hem een tweetaligheidsvergoeding toe te kennen. Ja, dat heb ik direct moeten opzeggen dat dat niet kan. De regelgeving is daar heel duidelijk. Dat zijn in de tweetalige gebieden. Maar Hasselt kan je toch niet een tweetalig gebied gaan noemen waar een tweetaligheidsvergoeding moet gaan uitgekeerd worden. Het was altijd zo dat vragen om meer. Ze toont ons documenten om aan te tonen dat Bekkers systematisch en jarenlang extra vergoedingen ontving. Vera Franken raamt het bedrag dat in totaal door Michel Bekkers onrechtmatig is geïnd op verschillende tienduizenden euro's. Ja, als je al telt dat om de 3 maanden 1115 euro is dan, en je zit dan met de andere vergoedingen, ja, dan reken ik toch. Ja, en dan ook nog eens de belastingsfraude die er gebeurd is. Want uiteindelijk, hij geeft aan bij de belastingen dat hij zijn privévoertuig gebruikt om dagelijks naar het werk toe te komen, wat niet het geval is, want hij gebruikt zijn dienstvoertuig. Maar dan gaat men toch kunnen zitten aan een 1500 euro per maand. En dat gedurende een periode van minstens 10 jaar. De graaimicrobe infecteert dan het hele korps, zegt Vera Franken. De korpschef kan anderen moeilijk iets weigeren. Kijk, men krijgt dan een soort shoppingscultuur bij de korpschef. Iedereen weet dat de korpschef onterechte vergoedingen krijgt. Dus, en men gebruikt dat bijna als een soort drukkingsmiddel. Men wil graag iets bekomen. Men gaat naar de korpschef toe en men bekomt dat dan ook. Als je zelf eigenlijk je norm zo vervaagt, kan je eigenlijk in bepaalde omstandigheden aan anderen, hoe laag dat hij ook op die ladder staat, niets meer weigeren. En dan begint eigenlijk een grote groep in die korps te graaien. Zo wordt op een bepaald moment beslist de politieman een motorvergoeding toe te kennen, waarop zijn baas dat ook eist, vertelt Serge Delvaux. En natuurlijk zegt commissaris Balazda en die zegt van ja, maar ik ben hier commissaris van die dienst en ik heb ook een motor. Ik moet dat ook krijgen. En in één keer hebben ze dat zo gezegd, geregulariseerd, voor al die jaren sinds de politiehervorming tot op dat moment, wat natuurlijk een aanzienlijk bedrag is van meer dan 25.000 euro, dat die man in één keer gekregen heeft. Terwijl, ja, dat kan niet. Ja, ik vind, normaal, als je een motorvergoeding krijgt, dan gaat je ook met die motor op de baan, in het verkeer, doet je zaak in het verkeer. Maar wat is dat met die commissaris? Die doen gewoon administratieve jobjes, hè? Commissaris Balazs wil zelf geen commentaar kwijt. Nee, sorry. Ik wil geen interview geven. Dan moet u met ons korpschef afspreken. Ja, maar op zich wil u zelf wel een interview geven. Op zich moet u dat afspreken met de korpschef. Een ander voorbeeld. De politiemensen krijgen jaarlijks een aantal kledingpunten. Met die punten kunnen ze specifieke politiekleding kopen. De korpschef die had dan eigenlijk, ja, die had niet zo dikwijls een uniform aan en die had dan burgerkledij aan. En dan vond hij dat bepaalde mensen, niet iedereen, maar bepaalde mensen van het korps, dan eigenlijk burgerkledij moesten kunnen kopen via de punten van
van de kledij eigenlijk. Ja, wettelijk gezien mag dat niet. Dus, maar zij zijn dan inderdaad gewoon kleren gaan kopen in diverse boutiques in Halsland. En zo hebben heel veel mensen voor toch wel heel wat leuke, aangename bedragen in de mooie boutiques van Hasselt hun kledij gekocht. Dat klopt. Ja. Die niks met hun politiejob te maken hadden? Nee, absoluut niet. Nee, want er waren heren bij die BH's gingen halen. En er waren kinderschoenen bij. Enfin, kom. Vera Franke was hoofd van de hele administratie, maar net dat ene onderdeel, controle en uitbetaling van de vergoedingen, was aan haar invloed ontrokken. Mijn positie was heel moeilijk, in de zin van, ik probeerde altijd, ik heb dat ook altijd gedaan, te maken dat alles wettelijk was. Ik heb ook iedere maand mijn personeelsdienst opdracht gegeven om een mail te maken aan de rekeningplichtige, waarbij ik meldde dat ik de vergoedingen niet kon controleren. Ja, ik werd dat moe. Ik wist dat er gegraaid werd. Ik wist dat dat niet kon overeenkomstig het statuut. Ik kon dat niet veranderen, want ik zei dat, maar er gebeurde niks. Uiteindelijk heb ik mij dan ook helemaal ingedekt met die mails te maken aan de rekenplichtige, met te zeggen, kijk, ik krijg die documenten niet. Die hele administratie zit boven bij commissaris Bits. Zij was de eerste om te zeggen tegen de korpschef dat bepaalde zaken niet konden. Zij haalde dat ook aan. Er waren andere mensen die dat ook zagen gebeuren, die fronsten hun wenkbrauwen wel. Maar Vera was degene die zei, korpschef, dit kan niet. In 2007 vertrekt Michel Beckers. Hij gaat naar de provincie. Hij wordt veiligheidsadviseur van gouverneur Steve Stevaert. Waarom is commissaris Beckers vertrokken? Ik denk dat dat voornamelijk gekomen is doordat de voorzitter van het politiecollege regelmatig geïnformeerd werd over de graaicultuur, de onwettige vergoedingen. En dan zei men niet openlijk van oké, we weten dat daar het probleem zit. Maar dan heeft men eigenlijk een gentleman's agreement willen maken. En dan is de korpschef eigenlijk gedetacheerd geworden naar de provincie toe. Commissaris Nico Schrote wordt aangesteld als dienstdoend korpschef. Dat jaar dat commissaris Schrote er aan was, een jaar dat ik 's nachts in mijn kussen kon kruipen en dat kon slapen. Die man die deed alles wettelijk. Als ik hem een probleem voorlegde en ik liet hem de wetgeving nog niet zien, maar ik zei gewoon, ik lichtte dat toe, dan zei hij, wij passen de wetgeving toe. Commissaris Schrote was iemand die ook die regelgeving toepaste, dat gecombineerd met een duidelijke communicatie. Een aantal zaken die rechtgezet werden ook. Zaken begonnen terug in zijn plooi te vallen. Maar de adempauze is kort. Na amper een jaar al komt Michel Beckers terug naar de politiezone. Nico Schrooten wordt aan de kant gezet. En dan komt de korpschef terug. En dan het eerste wat hij doet, is eigenlijk zoeken wie hem dat gelapt heeft, want zo noemt hij dat, dat hij verraden werd. En dat hij naar de provincie moest toegaan. De spanning binnen het korps stijgt opnieuw, tot een incident het vuur aan de lont steekt. Januari 2009. Commissaris Rodolf Vinke rijdt met zijn wagen naar huis en krijgt een accident. Hij rijdt zijn privéwagen in de prak. Maar geen nood. Hij geeft het ongeval aan als zijnde gebeurd tijdens een dienstopdracht van de politie. Korpschef Beckers ondertekent zijn aangifte. Vinke krijgt op korte termijn €22.000 uitbetaald. Op zijn bureau had hij van een website een aantal nieuwe voertuigen, of tweedehands nieuwe voertuigen, beantwoord moet ik schuldig blijven, uitgeprint. En was hij aan het kiezen, welke mooie wagen zou ik nu kiezen? Hij legde mij daarvoor, wat zou jij kiezen, welke wagen vind jij mooi? Dus tijdens zijn diensturen was die man het geld van de verzekering, waar hij geen recht op had, eigenlijk tentoon aan het stellen. Dat botste bij heel veel mensen tegen de borst.
Volgens Vera Franken is er een officier die zich ook al lang ergert aan de onregelmatigheden, die het niet langer pikt en die anoniem klacht indient bij het comité P. Er komt een onderzoek. Veel kaderleden, onder meer Vera Franken en Serge Delvaux, worden ondervraagd als getuigen. De beruchte 25 juni ben ik dus thuis opgepikt door het comité P om te getuigen in verband met de verzekeringsfraude die er vermoedelijk zou kunnen gepleegd zijn door commissaris Vinken met medewerking van de korpschef Michel Beckers. Ik kan u verzekeren dat ik daar waarheidsgetrouw wat statutair kon, wat volgens de wetgeving ongevallen, arbeidsongevallen kon en wat eigenlijk volgens de polis van ETIAS kon. Rodolf Vinken zijn voertuignummerplaat is nooit niet opgegeven of goedgekeurd door het politiecollege als zijnde een van de voertuigen die dienstomnieuw mochten gebruikt worden. En daar staat toch uitdrukkelijk gewoon werkverkeer, dat dat uitgesloten is. En uit die twee punten bleek inderdaad dat commissaris Vinken geen recht had op een verzekering. Maar onmiddellijk na de verhoren door het comité P stelt Vera Franken vast dat Michel Beckers op de hoogte is van haar verklaringen. Dan, was het de dag nadien of de dag daarna, werd ik in het bril geroepen van de korpschef en die wist letterlijk, maar dan ook letterlijk, en hij citeerde een zin uit mijn verklaring waaraan ik wist dat hij mijn verklaring moest gelezen hebben of iemand had hem ze moeten voorlezen, maar die kende letterlijk mijn verklaring. Ja, en toen was de spanning natuurlijk al enorm gestegen, hè? Enorm, enorm. En dan is eigenlijk ja, die bom heel fel ontploft. De spanning die er waren, die waren nu, ja, ik zal zeggen de draden waren doorgeknipt. Zo kun je het bijna noemen. Het was oorlog, zo kun je het bijna noemen, ja. Waarom is hij zo boos? Omdat de waarheid niet naar buiten mag komen, natuurlijk. Korpschef Beckers heeft een brief geschreven naar de verzekering, waar dus twee grote valsheden in staan. En natuurlijk mag dat document niet naar buiten komen. En nu was dat document naar buiten gekomen. En dan is hij mij beginnen eigenlijk echt te pesten, in de zin van alle pestartikelen die je bijna kunt vinden. Hij heeft mij bedreigd. Hij heeft mij uitgescholden voor hoer. Krijg je het niet te moeilijk voor? Voor kleinzierige trut. Hij beschuldigt mij dat ik in mijn privéleven aan hem SM deed. Het ging zover dat hij op een bepaald moment naar mij toe kwam om mij te slaan. Hij ging me aan het raam uitgooien. Dan naar Vera toe, beginnen te roepen en te schreeuwen. Hè? Dat hij naar een bureau vliegt en dat bijna iets wou doen. Hè? Dus dat gezegd van dit is echt niet meer mogelijk. Echt niet meer, die man is totaal beginnen te flippen. Hè? Ook andere collega's worden in het conflict betrokken. De korpschef vroeg mij om zaken te doen die niet konden. En ik werd er eigenlijk in gebruikt. En ik voelde goed genoeg dat het er eigenlijk bijna op neerkwam om de diensten van Vera te desoriënteren. Daar kwam het op neer. Een verslag aanpassen van een politiecollege, dat kan ik niet en dat mag ik niet doen. En hij noemde dat ik onloyaal was naar het korps, naar het politiecollege en naar hemzelf. Dus ik voelde goed genoeg, de fouten die ik maak, die worden daarna verhaald op Vera, want zijn haar diensten die dan niet correct werken. Maar ook de houding van commissaris Ronnie Beats wordt volgens Serge Delvaux opvallend ruwer. Informatie die ik nodig had, werd onthouden. Leugens verspreiden en ervoor zorgen dus dat ik niet dingen kreeg voor mijn werk te doen. Dus zijn bedoeling was volgens mij, laat die Serge maar als diensthof struikelen. Als die in dienst personeelszaken niet werkt en iedereen begint daarover te klagen, dan wordt hij aan de kant gezet en dan neem ik de dienst over. Commissaris Beats probeert ook effectief taken van de personeelsdienst over te nemen. Op zeker moment zien we gewoon verschijnen, dus dat er een bepaalde functie intern wordt opengeplaatst.
En dat had dan Bits gedaan, want hij had dan ook ondertekend van te bevragen bij Ronnie Bits, verantwoordelijk van het dossier Ronnie Bits. Ja, dat is tegen de afspraken in. En dat heb ik toen tegen mevrouw Franke gezegd, die dan op de aanspreekpunten vergadering gebracht heeft. Diezelfde dag is die Bits naar mij toegekomen in de gang. Is ze mij begin uit te voeteren, uit te schreeuwen en al. En ik zeg, sorry, er zijn regels die moeten gevolgd worden voor iedereen. Hè. Scheur ik om die papieren voor mijn neus kapot en was weg. Vera Franken merkt dat de korpschef de intentie heeft om haar te elimineren. Ja, hij heeft dat letterlijk gezegd. Ja, je gaat eruit. Jij eruit of ik eruit. Maar dat was duidelijk de bedreiging. Ik moest eruit. Hè. En waarom? Omdat ik gewoon getuigd had bij het comité P. Ik heb gewoon de waarheid gezegd. Ik heb getuigd bij het comité P. En ik moest eruit. En mijn handlangers... Want hij noemt het ander mijn handlangers, moest het er ook uit. Vera Franke kiest ervoor om zich te verdedigen. Ze stapt samen met Marianne Vonks naar commissaris Lou Swartelee, bevoegd voor intern toezicht. Maar die weigert de klacht te noteren, zegt ze. Ja, we zijn daar gewoon binnengegaan en we hebben gezegd dat we een melding willen maken in verband met pesten op het werk. En dan zegt hem, ja, ik doe dat niet, ik ben daar niet voor bevoegd. Ach, Vera, je moet dat zo niet bekijken. Nee. En we zijn gewoon kunnen vertrekken. We contacteren Lou Swartelee. Dag, meneer Swartelee. Ik had ook graag met u een interview gedaan. Ja, dat is helaas niet mogelijk, meneer. De vier stappen daarna naar een externe preventieadviseur. Ze dienen bij Arista, bevoegd voor welzijn op het werk, een klacht in wegens pesten tegen Michel Beckers en Ronnie Bits. En tenslotte stapt Vera Franken ook naar het comité P, met een bundel van alle bewijzen van gesjoemel, die haar onder meer vanuit het korps werden toegespeeld. Ja, want die bewijsstukken uit de boekhouding, ja... Er zijn er veel van die ik gewoon onder mijn deur heb doorgeschoven gekregen. Ja, en dan zit je daarmee. Wat moest ik doen? Ze vernielen en nadien gaan ontkennen dat ik het gehad had. Dat ging ook niet. Op laatste worden we er bijna zelf medeplichtig in. Zijn we bijna medeplichtig als we die pot mee toehielden? En dat wilden wij niet. Dus we dachten, ja, we maken dat maar allemaal over aan het comité P. En we dachten, die mensen gaan hun job te goed doen. Die gaan dat onderzoeken. En dan zullen wij er vanaf zijn. Maar ondertussen is de korpsleiding gestart met de uitwerking van een nieuw organogram voor het hele korps. In december 2009 komt het op de politieraad. Die wordt voor het eerst voorgezeten door de nieuwe burgemeester van Hasselt, Hilde Klaas. Het nieuwe organogram hertekent de bevoegdheden en de organisatie van het korps. Commissaris Ronnie Bits gaat nu de personeelsdienst leiden. Commissaris Rodolf Vinke, die in opspraak kwam door mogelijke verzekeringsfraude, wordt verantwoordelijk voor de verzekeringen van Hazeldi. En uitgerekend Marianne Vonks, Vera Franken, Serge Delvaux en Anita van Noppen verliezen hun leidinggevende functie. Het organogram moet wel nog door de politieraad worden goedgekeurd. Op de dagorde staat dat het organogram enkel zou worden toegelicht. Toch moet er nu onmiddellijk over gestemd worden. Hebben jullie dat op voorhand kunnen bekijken? Nee, we hebben dat niet op voorhand mogen bekijken. Nee. Normaal, een toelichting mag niet over gestemd worden. We hebben dus wel moeten stemmen. Ze hebben dus eigenlijk zich willen indekken, denk ik, door de politieraad dat te laten stemmen. Met twee tegenstemmen wordt het organogram door de raad goedgekeurd. Onmiddellijk daarna krijgen de carrières van Vera Franken en haar drie collega's een nieuwe wending. Ik kom 's maandags terug op het korps en ik steek mijn sleutel in het slot. En bleek mijn slot, ze zijn veranderd van mijn deur. Ja, men rukt mijn naamkaart af. Ik had daar staan Vera Franken, politiesecretaris, hoofd van de administratie. Dat is er echt afgescheurd. Ik had geen toegang meer tot bepaalde programma's in de computer. Men had dus al mijn bestanden van politiecollege, politieraad, had men ook allemaal weggepakt. Serge Delvaux en Marianne Vonks zijn hun leidinggevende functie kwijt. Ze hebben nu een nieuwe directe chef. De man waartegen ze klacht wegens pesten hebben ingediend, Ronnie Bits.
En toen heeft BTC mij gezegd, jij gaat u voorlopig bezighouden met de pensioendossiers. Het persoonlijke dossier van de mensen waar niet meer inhoudt als klasseren. Dus ik heb daar meer dan een week gezeten, genegeerd door heel veel mensen. Er zijn een paar mensen van de dienst die mij nog een goede morgen zeiden, maar daar bleef het uit. Men zegt dan ook dat ik niet meer mag communiceren met Serge, Marianne en Anita. Men legt mij een communicatieverbod op. Er waren ook de eerste opdrachten die ik kreeg. Hè? Een bladje papier van een personeelslid die ruim beneden mijn niveau staat. En die ostentatief zegt, wil je dan even gaan klasseren voor mij? Op zo'n moment, dan zakt je door de grond uit. Marianne Vonks krijgt ook een nieuwe werkplek. Niet op de personeelsdienst, maar op de gang. Er waren plaatsen genoeg op de dienstpersoneelszaken, maar uiteindelijk diende ik daar te zitten waar iedereen uit het korps mij kon zien zitten. Want ik zat eigenlijk op de gang. Vera Franken heeft helemaal geen taken meer. Ik kwam daar binnen 's morgens en ik begon al na te denken, hoe ga ik die rotdag hier weer doorkrijgen? Want ik had niks. Ik zat daar gewoon naar buiten te kijken, naar de auto's die doorreden en die kon ik tellen. Dat was mijn activiteit. En de krant lezen. Ja, die situatie was voor mij onhoudbaar, u moet begrijpen. Ik ben iemand die alles privé opgeofferd heeft voor mijn carrière. Ik heb dag en nacht gewerkt voor die politiezone. Ik ben een workaholic. Ik kan dat toegeven. En de grootste straf voor mij was van geen werk meer te krijgen. Ik kon dat gewoon, ik werd zot. Ik kroop tegen de muur op. De vier stappen naar een advocaat. Ze starten onder meer een procedure bij de arbeidsrechtbank. De voorzitter van de arbeidsrechtbank heeft toen gezegd van kijk, overheid, jij moogt de functies van mevrouw Franken niet ontnemen. Je moet daar een nuttige job geven. En toen hebben ze beslist om haar veiligheidsadviseur te maken. Vera Franken moet dan wel vertrekken uit het hoofdgebouw van de politie en wordt dus veiligheidsadviseur van Hilde Klaas. Maar die functie is eigenlijk een functie die operationele doen, dus politiemensen doen die functie. Ik heb daar totaal geen ervaring in. En je hebt opleidingen proberen te volgen? Ik heb gevraagd van reik mij de opleidingen aan. Als u zegt ik zal die opleiding volgen, dan doe ik dat. Ik kreeg niks aangereikt. Men had dan de zonale veiligheidsraad. En men verwacht toch wel, als men een functie van veiligheidsadviseur als burgemeester serieus neemt, dat ik tenminste word uitgenodigd op zo'n vergadering. Maar ook daar ben ik niet op uitgenodigd. Het was overduidelijk. Ik heb dus die functie gewoon gekregen om mij te dumpen, maar niet om mij een waardige functie te geven, om een nieuwe start te hebben of om mij te helpen. Dat is absoluut onwaar. Ja, dat was het. Het lokaal naast mijn werkplek was gewoon een stort. Daar lagen oude kapotte wc's. Daar stond een container met allerlei vuilnis in. Dus men heeft daar geplast op mijn bril. Op de dag van mijn verjaardag. Net voor mijn verjaardag kreeg ik een bericht, een anoniem bericht. Dat er mij iets heerlijks zou te wachten staan op de dag van mijn verjaardag. Ik kom 's morgens binnen. En ja, ik zie onmiddellijk aan de staat van mijn bureau dat er toegang genomen is. En ja, dat is een heel plek op mijn stoel en onder mijn stoel. Ja, ik kon niet meer. Ik ben beginnen te wenen. Ik heb dan ook het kabinet gebeld. Ik zeg, zo kan het niet verder. Ik kan hier niet meer werken. Ik ben doodziek. Dat is het meest gemene wat ik als oudere vrouw nog moet meemaken. Eigenlijk. Dat zijn geen kindertoeren. Dat is erger dan pesterij. De vier stappen ook naar de Raad van State om het nieuwe organogram te laten schorsen. De zone Hazo die moet zich verdedigen en dan gebeurt er iets vreemds. Hazo die presenteert aan de Raad van State een organogram zonder namen. Een ander dus dan het organogram dat is goedgekeurd door de politieraad, waar wel namen op stonden. Personeel zonder namen?
En hier in het goedgekeurde organigram personeel en organisatie met commissaris Beets. En dan heeft de Raad van State gezegd van ja, wij kunnen niet anders als vaststellen dat al de argumenten die jullie hebben opgeworpen, dat die eigenlijk niet van toepassing zijn op dat organogram, want het is een ander. Dus ze hebben ons schaakmat gezet op dat moment. Want de overheid kwam gewoon met een vals organogram naar boven. Ja. We hebben een aantal politieraadsleden daarover aangesproken, omdat het voor ons ook zo ongeloofwaardig was dat een overheid zo ver gaat daarin. Vera Franke beslist dan een strafklacht tegen Hazodi in te dienen. Het dossier blijft aangroeien. Marian Vonks krijgt ondertussen een nieuwe taak. Ze moet de baremische bevorderingen regelen. Ook materie die ze helemaal niet kent. Na een maand in haar nieuwe functie krijgt ze na bijna 20 jaar dienst een negatieve evaluatie. Dat was mijn eerste negatieve evaluatie in al die jaren die ik bij de politie gewerkt heb. Ik besefte op dat moment ook van, ik moet hier weg. Mijn pester, ik voel het nu al. Die gaat gewoon zorgen dus dat ik binnen de 4 jaar 2 keer negatieve evaluatie heb. En dan ontslaan ze mij. Serge Delvaux en Anita van Noppen zoeken een andere job en verlaten de zone Hazodi. Maar Vera Franken en Marian Vonks vertrekken niet uit eigen beweging. Maart 2010. Marian Vonks en Vera Franke krijgen 5 maanden na hun aangifte bezoek van speurders van het comité P. Het onderzoek naar het mogelijk gesjoemel van Michel Beckers lijkt eindelijk gestart te zijn. Maar het verhoor van Vera Franken en Marian Vonks spitst zich onverwacht toe op de manier waarop ze het examen van Eva Sweek in handen hebben gekregen. Eva Sweek is de secretaresse van Michel Beckers. Ze deed mee aan een selectieproef. Eva Sweek was niet geslaagd. Dus ze was niet geslaagd voor dat schriftelijk, maar de korpschef wou toch dat ze doorging naar dat mondeling. En de korpschef wordt heel kwaad, zijn ogen heel groot. En met een aanmanende vinger zegt hij, Vera, ze is geslaagd en ze staat op de eerste plaats. En waarom moest u die worden? Omdat Beckers bevriend is met de pa. Met de pa van Eva Sweek. Met Harry Sweek. Dat zijn goede vrienden. Ze zwichten voor hun baas, zo vertellen ze. En passen de punten van het examen aan. Ja, wij hebben haar moeten laten slagen. Hè? We hebben haar op zo'n manier punten moeten geven, zodat zij net boven de grens van de geslaagden zat. Hè? Eva Sweek wil niet reageren. Ja, maar ik ook weiger de interview. U mag dat natuurlijk weigeren. Vera Franken en Marian Vonks sturen het examen op naar het comité P om de fraude te laten onderzoeken. Maar ze worden door het comité P nu zelf op de rooster gelegd. Op de avond van hun ondervraging zien ze iets merkwaardigs op tv. Procureur Mark Rubens van Hasselt richt op TV Limburg een rechtstreekse waarschuwing aan Vera Franken. Omdat daar de dame met het dossier verdwenen is en dan met een anoniem schrijven het terug laat bezorgen. Dat ruikt naar diefstal, dat ruikt naar heling zelfs. Maar ik denk nu dat de dame disciplinair overgezet is naar de stad Hasselt. Zal de stad een oplossing moeten vinden waarbij het duidelijk gesteld wordt aan mevrouw Franke hoe laat het is. En ik denk, als ik naar mijn klok kijk, 11:55. Terwijl mevrouw Franke nog verhoord werd, geeft meneer procureur Rubens een interview op TV Limburg waarbij hem haar eigenlijk al beschuldigt en haar waarschuwt dat voor haar 11:55 is. Dus dat was echt wel heel chockerend. Ik vind dat ongepast. Dat lopende een onderzoek iemand al openlijk op tv beticht wordt. Plus, procureur Rubens kon toen ook nog geen kennis hebben van haar verklaringen, van haar verhalen. Dus hij baseerde zich enkel en alleen op de weergave van de pesters, maar niet van mevrouw Franke zelf. Dat was wel heel pijnlijk voor haar. Enkele weken later worden Vera Franken en Marian Vonks inderdaad officieel in staat van beschuldiging gesteld, wegens diefstal, heling en valsheid in geschriften. Na het examen, toen wij vaststelden dat Eva Sweek niet geslaagd was, hebben wij ons ingedekt en hebben wij er ook
opgezet dat ze niet geslaagd was. En dat wij onder vraag of onder opdracht van de korpschef Eva Sweek wel hebben moeten laten slagen. En nu beweren zij dat wij valsen in je schriften gepleegd hebben door dat erop te zetten. Nee, wij hebben de waarheid gezegd. Ik zou moeten beloond worden. Ik zou moeten beloond worden omdat ik de deontologische code heb nageleefd. Ik heb geen stukken achtergehouden. Ik heb bewijsmateriaal in zaken examenfraude overgemaakt in het comité P. En wij worden gedagvaard. Niet Eva Sweek die meegedaan heeft aan die examenfraude. Niet Bekkers die die examenfraude volledig geïnstrueerd heeft. Niemand. Zij worden zelfs niet ondervraagd door het comité P. Eva Sweek is niet ondervraagd, de korpschef is niet ondervraagd, de andere juryleden zijn niet ondervraagd, het examen is niet onderzocht. Het is gewoon waanzin. Ik dacht, ja, ik zit in een droom, dat is niet waar. Dat kan toch gewoon nog niet. Wij hebben niks misgedaan, we hebben gewoon de waarheid gedaan en onze plicht gedaan. Vera Franken en Marianne Vonks worden dus correctioneel vervolgd en geschorst als ambtenaren van de politiezone. Al hun eigen juridische demarches worden opgeschort. Ze moeten thuisblijven in afwachting van de uitspraak. We vragen Michel Bekkers en Ronnie Bietz opnieuw naar een reactie, maar ze wensen de uitspraak van de rechtbank af te wachten. Maar Hilde Klaas beslist na haar aanvankelijke weigering toch een interview te geven. We hebben in deze niks te verbergen. Ik denk dat we zelf alle belang hebben om eigenlijk al de vragen die er zijn, om die in detail te beantwoorden. Ik zou niet willen dat de indruk wordt gewekt dat we iets te verbergen hebben, want dat is in deze absoluut niet. Hilde Klaas werd in oktober 2009 burgemeester en voorzitter van het politiecollege. Een van haar eerste beleidsdaden was het afnemen van de leidinggevende functies van Vera Franken en haar collega's. Ze kon niet anders, zegt ze. Hun functies waren niet wettig. Die situatie was niet afgedekt door een wettelijk organigram dat goedgekeurd was door een politieraad. Dus de zone, voor zover ik op dat moment geïnformeerd was, de zone verkeerde in een situatie die niet correct afgedekt was door een organigram goedgekeurd door een politieraad. Hoe bedoelt u? Een politiesecretaris heeft wettelijk een opdracht een functie te vervullen. En die functie is mee ondersteunend voor een aantal leidinggevenden. En die situeert zich in het organigram mee ondersteunend bij een leidinggevende. En denk niet dat een politiesecretaris wettelijk die bevoegdheden heeft om zelf letterlijk 60 mensen aan te sturen. Maar volgens Iris Exelmans klopt dat niet. Nee, absoluut niet. Nee. Er was geen sprake van een onwettige toestand. Iedereen was benoemd. Er was niks aan de hand. Hadden zij de vereiste competenties en brevetten? Uiteraard, anders hadden zij nooit die functie kunnen uitoefenen. Zij waren ook statutair benoemd, dus dan was die benoeming onwettig. En er is helemaal geen sprake van een onwettige toestand. Het oude organogram is gemaakt, is beslist door politieraad. Daar is nooit geen beroepsprocedure tegen opgestart. En die was definitief en dat werkte ook. Als er niets onwettigs was aan de situatie, waarom moesten die vier leidinggevenden er dan uit? Misschien heeft Hilde Klaas gewoon voor de terugkeer van de rust gekozen. Kijk, op dat moment had je twee kampen. Enerzijds het kamp van die vier personen die u noemt en anderzijds de rest van het korpus bijna, zeg maar. En je moet als politiecollege zien dat het geheel werkbaar blijft. Vier personen dan in functie houden, wetende dat de rest, of minstens 100 andere mensen, daar heel zware problemen mee gaan hebben en dat het conflict nog meer gaat escaleren, dan denk ik niet dat je een goede zaak doet. Niet voor die mensen, niet voor de zone. Hilde Klaas zegt dat ze wel degelijk heeft geluisterd naar Vera Franken. Mevrouw Vera Franken is mij heel in de beginperiode al, als ik burgemeester was,
is mij persoonlijk komen vinden. Met een aantal verhalen, maar het kwam er inderdaad vooral op neer dat ze onrechtvaardig behandeld werd en, ja, laten we maar zeggen, gepest werd. En ik heb haar dan onmiddellijk, zowel fysiek als emotioneel, zeg maar, proberen op te vangen door haar een andere plek te geven, een ander gebouw. Nee, dat klopt ook zeker niet. De nieuwe functie die voor mevrouw Franke gezocht is, die is er gekomen omdat het politiecollege en mevrouw Klaas daartoe gedwongen werden door de voorzitter van de arbeidsrechtbank nadat die procedure was opgestart. Wat wou zij zelf? Hebt u haar dat gevraagd toen? Zij wou eigenlijk dat we het organigram niet wijzigden. Ze wilde graag in de situatie blijven waarin zij zat, waarin zij zelf een zestigtal mensen aanstuurde. Maar als je maar één iets wilt behouden van een situatie die nu net niet kan, die net niet houdbaar is, ja, dan kan ook dat niet. Hè? En... Maar welk signaal heeft u dan aan andere mensen die eventueel zouden overwegen om tegen gesjoemel van bazen in te gaan? Het signaal dat die mensen krijgen is, als je je job wil houden, kop in kas, mondje toe. Nee. Want, jawel. Nee, nee. Als u dan een nieuwe kans wordt gegeven, durft die ook. Maar welke nieuwe kans heeft Marianne Vonks gekregen? Meneer Marianne Vonks is samen intern gezocht naar een andere jobinvulling. In het kader van het veiligheidscontract konden we één persoon te werk stellen. En ja, we moesten het doen met de functies die op dat moment er waren, hè, meneer? Voor de andere drie mensen was er op dat ogenblik nog niks gebeurd. Dus is er geen één initiatief gekomen van de overheid. Er is tot op vandaag geen enkel initiatief gekomen van de overheid om ook maar één positieve maatregel te nemen. Ik heb al geprobeerd, 5 keren toe geprobeerd voor met de burgemeester Hilde Klaas contact op te nemen om een gesprek met hem te hebben. Ik heb mails gestuurd naar haar mailadres op provincie. Ik heb naar een nieuw mailadres gestuurd. Ik heb zelfs met haar toenmalige kabinetchef gesproken en gevraagd, ik wil een afspraak hebben. Nooit geen antwoord gekregen. Het geeft een wrang gevoel op dit ogenblik. Omdat je ergens merkt van, men is een aantal mensen, heeft men opzij geschoven. Dat is vrij duidelijk. De kern van het probleem is niet aangepakt. En dat je moet vaststellen dat in het huidige systeem zoals we dat nu kennen, we niet in staat zijn gebleken om een aantal pijnpunten op te lossen. Mijn 4 cliënten, dat zijn 4 zwaar slachtoffers van hun eigen moed eigenlijk. Hè? Want ze zijn hun job kwijt, ze hebben financieel verlies. Maar dat is dan nog niet zo het belangrijkste. Ze hebben psychische problemen. 2 daarvan hebben suïcidale neigingen. 1 cliënt heeft lang in het ziekenhuis verbleven. Een andere heeft een zware depressie doorgemaakt. En ze zijn er vandaag nog geen 1 van de 4 uit. Hè? Kijk, dat maakt alles in uw lichamelijk en moreel kapot. Het geeft u totaal geen vertrouwen meer in het Belgisch rechtssysteem. Totaal geen vertrouwen meer in het parket. Je wordt sowieso in een carrière al kapot gemaakt. Dat sowieso, dat heb ik al aangehaald. Uw gezin leidt daaronder. Je slaapt niet meer. Je bent er dag en nacht mee bezig. Het maakt van u een kapot mens. Ik ben een carrièrevrouw. Ik heb hard gewerkt voor mijn carrière. Maar ik zal de keuze moeten gaan maken. Ofwel laat ik mij daar verder kapot maken. Want ik krijg geen steun van de burgemeester. En zolang burgemeester Hilde Klaas burgemeester is, gaat dat spel daar verder blijven gaan. Op wie ben je het meest boos? Eigenlijk, als ik naga, op burgemeester Hilde Klaas. Omdat die nooit, nooit mij de kans heeft gegeven om mij te verdedigen. Die is nooit objectief geweest. Ja, Hilde Klaas. Absoluut. Er zijn heel veel mogelijkheden geweest waar de burgemeester had kunnen ingrijpen. Hilde Klaas heeft nooit, maar dan ook nooit, met ons gesprek gehad toen zij burgemeester was.
Kortom, die vrouw had zoveel middelen om in te grijpen en die heeft gewoon geen enkel middel aangewend. Voelt u niet alsof u die mensen in de steek gelaten hebt? Ik, wanneer ik 's morgens in de spiegel kijk, denk ik dat ik mezelf nog altijd recht in de ogen kan kijken. De vier klokkenluiders zijn uit het korps verdwenen. Maar wat met hun boodschap? Is er gefraudeerd en wordt dat aangepakt? Wat gebeurt er met een commissaris die mogelijk de verzekering heeft opgelicht? Wel, wat die zaak concreet betreft, is er momenteel vandaag de dag nog altijd een procedure hangende voor de rechtbank. Dat vind ik goed. Ik bedoel, als er dingen zijn die niet kloppen, dan moet dat definitief uitgeklaard worden. We worden nog eens in het belang van de betrokken personen, maar ook echt in het belang van de zone. En dat voor de juiste instantie, dat is de bevoegde rechtbank die zich nu moet uitspreken. En van zodra, geloof me, van zodra daar een definitieve uitspraak is van de rechtbank, wel, dan zullen wij daar de nodige gevolgen aan koppelen. Maar Hilde Klaas lijkt zich te vergissen. Volgens een interview van procureur Rubens in het laatste nieuws heeft Vinken inderdaad wel de verzekering willen misleiden. Maar heeft hij de €22.000 terugbetaald. En daarmee was de kous af. Ook Vinken zelf zegt dat de zaak geseponeerd is. Hallo. Ja, meneer Vinken. Ja. En ik had graag met u een interview gedaan, eventueel. Omdat er een geval is geweest met de verzekering toen. Hè? Ja. En ik zou eventueel graag met u daar een interview over doen. Dat is mogelijk, ja, want die zaak is toen behandeld geweest door het parket, door de heer procureur des Konings, met Mark Rubens. En die heeft toen het onderzoek geleid en dat is geseponeerd geweest. En ik kan onmogelijk daar iets over zeggen, want dat valt onder het beroepsgeheim. Ah ja, en dat is geseponeerd? Dat is geseponeerd. Het politiecollege, dat bestaat uit de drie burgemeesters van de zone en de korpschef, heeft het gesjoemel met vergoedingen zelf bekeken, maar heeft geen onregelmatigheden gevonden. Er zijn vanuit het politiecollege vragen gesteld, intern en extern. Wanneer aan Arista. En aan wie? Ja, data ken ik niet van buiten. Hè. En dan wordt dat natuurlijk intern gevraagd naar de dienstvoertuigen. Allee, dat moet je natuurlijk intern vragen. Maar wanneer je dan zegt van al de antwoorden die je intern krijgt, die zijn niet correct, ja, dan zeg je dat een hele organisatie rot is. Ja, want dat wil dan zeggen dat al diegenen intern die de antwoorden moeten geven op het van het politiecollege, die eigenlijk allemaal aan het liegen zijn. Maar toch, het politiecollege waarin de korpschef zelf zetelt, krijgt vanuit het korps te horen dat er niets aan de hand is. Dat lijkt niet zo verwonderlijk. Bovendien is het de vraag of het college goed geplaatst is om vragen te stellen. Etienne Steegmans, burgemeester van Diepenbeek en lid van het politiecollege, lijkt zelf niet vrij uit te gaan. In het parlement werden hierover vragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom. Vragensteller was Koenraad de Grote, N-VA-kamerlid. Wel, het is zo dat leden van een politiecollege geen recht hebben op een zitpenning. En wij kwamen te weten dat het daar in de zone Hazeldie ergens op een vermomde manier wel gebeurde. Dus dat daar wel, laat ons zeggen, vermomde zitpenningen onder de vorm van onkostenvergoedingen werden uitbetaald. Over wie gaat het? In dit geval ging het over de burgemeester van Diepenbeek, maar meneer Steegmans. Ja, maar volgens de verklaringen van die burgemeester zelf gaat het over de periode 2001 tot 2011 of zo. Dus dat zou over 10 jaar gaan. De Grote toont ons het bewijs van een uitbetaling van €122. Dat is voor 1 maand. Stel dat hij dat bedrag iedere maand ontvangen heeft, dan spreken we over meer dan €10.000. Ja, in dat geval is het een redelijk groot bedrag, uiteraard. We vinden Etienne Steegmans in het stadhuis van Hasselt. Hij wil niets kwijt over de kwestie, tenzij dat hij niet de enige was. Meneer Steegmans, ik kan een paar vragen willen stellen over vergoedingen. Hoe weet dat Koenraad de Grote? Vergoedingen? Ja. Daar heb ik niks over te zeggen. Je hebt daar niks over te zeggen? Dat is geregeld.
Ja, want Conrad de Grote heeft... We hebben een interview gedaan met Conrad de Grote. Waarin hij zegt dat u jaren alleen vergoedingen hebt gekregen waar u geen recht op had. Ik was er niet alleen. Maar in de krant De Standaard geeft Steegmans wel toe dat hij vergoedingen heeft gekregen. Want wist u dit bijvoorbeeld in het geval van meneer Steegmans? Nee, absoluut niet. Ik maak nu een tijd deel uit van het politiecollege. Zolang ik daar deel van uitmaak, is daar nooit een vergoeding betaald aan de leden van het politiecollege. Er staat in de krant tot en met 2010. Ik ben, kan u zeggen, burgemeester geworden in oktober 2010. Ik heb nooit een vergoeding vanuit het politiecollege gehad. 2009, denk ik. 9? Ja, nu moet ik even. Ik ben 1,5 jaar burgemeester. Het is 2011, ja, 2009. Ja. Ik denk, ik zal de vraag even hernemen, hè, dat er uitbetaald is tot 2009. Vreemd, want Steegmans geeft in De Standaard zelf toe dat hij nog heel het jaar 2010 vergoedingen heeft geïncasseerd. Ik ga het laten nakijken. Ik durf daar echt niet formeel op antwoorden. Ik kan u maar zeggen, zolang ik burgemeester ben en voorzitter ben van dat politiecollege, heb ik geen weet van vergoedingen betaald aan leden van het politiecollege. Maar u tekent dat. U bent de persoon die de betalingsopdracht tekent. Ik wil u eens lijst laten zien. Ik overloop ze, maar ik wil u eens laten zien. Dat zijn halve boeken, hoor, die ik 2 wekelijks krijg. Uh-huh. Iedere kleine uitgave die daar gebeurt, staat op al die lijst. En dat zijn bladzijden. Dik. Maar in verband met de hardnekkige geruchten over fraude door korpschef Bekkers komt er maar geen duidelijkheid. Politieraadslid Jeff Hulsmans heeft in 2009 al klacht ingediend tegen Bekkers. Lou Zwartelee, bevoegd voor intern toezicht, moest dat onderzoeken. Hulsmans vraagt al 2 jaar naar dat rapport. Ik heb een navraag gedaan van het rapport van meneer Zwartelee. Ik heb het nooit niet mogen zien. Dus van in 2009 tot nu 2011, dus bijna 2 jaar dat ik dus wacht op het rapport van de Zwartelee, het intern onderzoek. Maar u krijgt het dan niet te zien? Ik krijg het niet te zien. De reden is iedere keer dat men zegt, het comité P heeft het onderzoek en zolang dat als een bewijsstuk kunnen we u dat niet overhandigen. Maar eigenlijk, ik heb ook tot nu toe geen enkel uitslag of geen enkel rapport van het comité P al gezien. Inderdaad, van de hele bundel klachten tegen Michel Bekkers en anderen, ingediend bij het comité P, is ook nog niets bekend. Volgens Iris Exelmans is de fraude nooit grondig onderzocht. Nee, er is geen onderzoek gebeurd. Niet door het politiecollege, niet door de politieraad, niet door comité P. Omdat mevrouw Frank en mevrouw Vonk zijn gewoon niet verhoord. Dus in het kader van zo'n onderzoek, dat is toch het eerste wat er zou moeten gebeuren. Dat is de mensen die stukken hebben verzameld en overgemaakt, dat die verhoord worden. Dat is niet gebeurd, dus er is geen grondig onderzoek gebeurd. Er is wel een onderzoek gekomen naar aanleiding van het opsturen van die documenten. Naar wie dat die documenten juist heeft opgestuurd. Maar naar de inhoud van de klacht is volgens mij geen enkel onderzoek gebeurd, want daar weten wij tot op vandaag niks van. Koenraad de Grote is ondervoorzitter van de parlementaire begeleidingscommissie van het comité P. Ook hij krijgt geen resultaten van een onderzoek te pakken. Ik kreeg wel bericht dat de zaak in onderzoek is, maar ook inhoudelijk heb ik nog altijd geen definitief nieuws gekregen en dat sliep toch ook al een tijdje aan. Ja, 2 jaar. Ja. Dus dat kan niet blijven duren. Op den duur ontstaat er een wrevel of een soort wantrouwen of een ongenoegen. Van ja, gaat dat hier vooruit? Wat is er daar aan de hand? Of wil men alles in de doofpot steken? Volgens Gert Cox van het NSPV mochten de speurders van het comité P de zaak niet grondig onderzoeken. Ik heb gevraagd waarom dat ze niet een breder onderzoek voerden in Hasselt. En het enige antwoord dat ik van hen kreeg is, ja, u hebt daarin gelijk, we zijn ons daar ook van bewust. Maar wij moeten ons beperken tot die aspecten en wij kunnen niet andere aspecten onderzoeken. Met andere woorden, ze kregen niet de onderzoeksvrijheid die zij hadden gewenst om alles in al zijn aspecten te onderzoeken. Ik ben er niet verder op ingegaan, omdat ik ergens de boodschap begreep van u hoeft er ook niet verder over te vragen, wij kunnen daar ook niet verder over communiceren.
Mensen van het comité P bedoelt u? Onderzoekers van het comité P, ja. Dus die niet alles mochten uitspitten? Die mij lieten verstaan dat ze slechts bepaalde zaken mochten gaan onderzoeken en dat ze voor de anderen geen opdracht kregen om tot onderzoek over te gaan. Ja, dat zou dan zeer erg zijn als er dergelijke krachten nog zouden bestaan in ons land. Ik zou dat zeer erg vinden. Wie beslist daarover? Het parket. Dat is procureur Rubens die beslist over zo'n onderzoek. Die is hoofd daarvan. Hè? Ja. Uiteraard, de eindverantwoordelijke van het onderzoek blijft het parket van Hasselt en de procureur, die wat dat betreft ook zijn richtlijnen kan geven om te zeggen, ik meen dat het onderzoek zich maar moet beperken tot die aspecten en de overige worden niet onderzocht. Dat behoort ook tot zijn bevoegdheden, ja. Dus er is zijn beslissing om dat niet te onderzoeken? Hij zal zo'n beslissing genomen hebben. U zal aan hem moeten vragen. Hè? Daar weten wij niks van. Procureur Mark Rubbes, dat is de man die in Hasselt beslist om een klacht al dan niet te seponeren. Of, als hem dat wenselijk lijkt, iemand te vervolgen. We bellen hem op. Met Rubbes? Dag meneer Rubbes. Wij zijn bezig met een reportage over de problemen bij Hazodi. En ik had graag een interview gedaan met u ook daarover. Zou dat kunnen? Nee, want ik ben strafrechtelijk bezig als er zaken zijn. Dus ik denk niet dat daar mededelingen te doen zijn via de pers. Ja, nogthans heeft u een beetje een vreemd interview gegeven aan TV Limburg. Hè? Veel mensen vonden dat heel vreemd. Ja, veel mensen nu zijn er een aantal die opgehuurd worden door Franken om te zeggen dat je dat vreemd moet vinden. Als wij die vervolgen voor diefstal van een dossier uit het commissariaat, dan lijkt men aan een verdachte die stilletjes anders moet weten wat er plaats is in het geheel. Mm-hmm. Ja. Ik vind geen vreemd interview, het was wel eens genoeg trouwens. Nu heb ik ook duidelijk gezegd dat de stoorzenders moeten afgebroken worden en monddicht moeten gemaakt worden. Monddicht moeten gemaakt worden? Nee, monddicht, het is op een andere manier gezegd. Wat moet gedaan zijn, hè? Dat deel Hazo die bestookt wordt door externen die vinden dat ze er profijt uit halen om dat leuk te vinden, dat daar niet goed gaat. Korpschef Bekkers wordt niet vervolgd. Burgemeester Steegmans, die zijn fout toegeeft, wordt niet vervolgd. Commissaris Rodolf Vinke, die de verzekering probeerde op te lichten, wordt niet vervolgd. Vera Franken en Marianne Vonks wel, omdat ze een document waarmee mogelijk is gefraudeerd aan het comité P hebben doorgegeven. Wat riskeren ze? Mevrouw Franken en mevrouw Vonks die zijn correctioneel gedagvaard en er zal nu een uitspraak volgen. Valsheid in geschriften en diefstal, daar staat gevangenisstraf op. Hè. En dan gaan zij automatisch na een tuchtprocedure ook hun job definitief verliezen. Hè. En daar komt natuurlijk de overheid goed uit. Moesten zij ooit veroordeeld worden, dan kunnen ze lozen. Hè. Vera Franken en Marianne Vonks hebben al een klein fortuin aan advocatenkosten moeten betalen. Opmerkelijk, want Michel Bekkers krijgt een advocaat, betaald door de politiezone. Mevrouw Franken heeft in het begin van de verschillende procedures denk ik de keuze gehad om ofwel de rechtsbijstand aan te spreken van de zone, ofwel de rechtsbijstand van haar eigen vakbond. En zij heeft zelf, ik weet niet waarom, maar zelf de keuze gemaakt om te doen via haar vakbond. Dus de vakbond die heeft eigenlijk maar, die heeft een forfaitje, maar ik ben dat forfaitje al opgebruikt met mijn eerste kort geding wat ik gehad heb. De vakbond blijft niet eindeloos betalen. Hè. Dus ook voor de zaken correctioneel, daar betaalt de vakbond niet voor. Dus, En hebben jullie rechtsbijstand gevraagd? Wij hebben dus twee brieven geschreven naar burgemeester Hilde Klaas. Eén brief in 2010. 19 april 2010. En dan hebben wij opnieuw brieven geschreven 8 maart 2011. We hebben nooit een vraag gehad voor rechtsbijstand. Mevrouw Klaas zegt dat ze nooit een vraag heeft gekregen. Die is per aangetekende brief opgestuurd en die vraag is geweigerd. Wij hebben per brief de weigering gekregen, hè, van de overheid. Maar de politiezone eist wel zelf geld van Vera Franken en Marianne Vonks. De zone heeft zich denk ik burgerlijke partij gesteld. Ja. Het gaat Waarom? Om feiten die strafrechtelijk beteugelbaar zijn.
voor valsheid in geschriften en het gebruik maken van valse schriften. Waarom stelt u zich burgerlijke partij? Omdat de zone mogelijk nadelen zal hebben geleden in deze zaak. Waarom? De reputatie is al één iets, denk ik. De zone wordt telkens met allerhande klachten de media in een heel slecht daglicht geplaatst. In deze zijn er toch wel een aantal dingen gesuggereerd die door de zone zijn gebeurd, die niet correct waren. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk heel schadelijk zijn. Eén onderzoek is wel afgerond. De klacht wegens pesten op het werk tegen Bekkers en Beats, onderzocht door Arista, de externe preventieadviseur. Maar de betrokkenen krijgen het niet te zien. Geen een van hen allen heeft inzage gekregen in dat verslag. Wij zijn daarvoor naar de arbeidsrechtbank gegaan en tot op vandaag is er nog geen inzage gegeven. Hè? De arbeidsrechtbank gaat nu een vonnis maken waarbij ze mogelijk de overheid verplichten om ons inzage te geven. Ja. Dus de mensen die klachten indienen wegens pesten op het werk kunnen het resultaat van het onderzoek niet inzien? Nee. Dat is voor ons wel heel belangrijk. Dat is op menselijk vlak, hè, je wordt gepest, dan wil je toch ook wel weten wat het resultaat van je klacht is. Arista heeft een heel onderzoek gedaan voor die vier mensen afzonderlijk een volledig verslag over gemaakt. En vervolgens aan ons uitdrukkelijk gezegd van dat verslag gaan wij niet overmaken aan die vier mensen. Kan u niet eigenhandig beslissen om dat wel te doen? Dat zou dan aan het politiecollege gevraagd moeten worden, maar het is een rare situatie wanneer een bevoegde instantie die verslag opmaakt, die dan zegt van hou het voor u, we gaan het niet overmaken aan de betrokken personen, om dat zomaar naast u neer te leggen. We gaan langs bij Ellen Klaas van Arista, die het verslag heeft gemaakt. Ik heb burgemeester Hilde Klaas gewoon aangeraden de wet toe te passen, zegt ze. Ik adviseer wat de wetgeving zegt. De persoon die de klacht heeft ingediend, zij kunnen inzage krijgen van het rapport in twee voorvallen. Eén, wanneer dat de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd van de klager, of wanneer de klager overweegt om een rechtsvordering in te stellen. Dus dat zijn dit de twee. Is allebei hier het geval, dus hebben zij volgens u recht op inzage? Als het geval is, we moeten de wetgeving volgen, dan kunnen zij een afschrift vragen aan de werkgever. Kent u deze concrete gevallen? Vera Franke, Marian Vonk, Serge Delvaux, Anita van Loppen. Daar kan ik niet op ingaan. Mevrouw Klaas zegt, wij mogen het niet tonen van Arista. Dat is niet waar, want degene die het verslag heeft opgesteld, mevrouw Ellen Klaas, heeft gezegd van je moet u tot de werkgever wenden en die zal u inzage verlenen. Dus mevrouw Klaas, Hilde Klaas, liegt daar ook? Ja. Wat is er aan de hand in Hasselt? De geroemde Limburgse gezelligheid lijkt plots een dunne façade waarachter heel wat anders schuilgaat. Etienne Joris is freelance journalist en schreef bijdragen voor KNAK en een boek over de lokale politiek. In Hasselt heeft het kartel van socialisten en groenen al 11 jaar de absolute meerderheid. Maar toch nemen ze alle andere partijen mee in hun meerderheid op het Vlaams Belang na. We gaan stemmen, wie is voor, wie is tegen, enthoudingen. Een afspiegelingscollege heet dat. En dat zorgt voor problemen, beweert Etienne Joris. Waarom is zo'n afspiegelingscollege nefast? Omdat dus elke controle van de gemeenteraad die ontbreekt. Dus alle partijen zijn over alles akkoord eigenlijk. Men had eigenlijk gezegd. Dit is geen probleem, een afspiegelingscollege. Want we gaan er een open debatcultuur aan koppelen. Nu, die open debatcultuur, dat is toch wel een fiasco gebleken. De mensen die daar inderdaad op die manier op ingegaan zijn, die hun mening te kennen gegeven hebben, die zijn ondertussen op de politiek verdwenen.
Je hebt daar een bepaalde klikvorming die allerlei zaken gaat beslissen. Dat zal wel in andere gemeenten en steden ook zo zijn. Maar hier heb je dus bijkomende factor dat je geen oppositie, dat je nooit iemand hebt die zich daartegen afzet. Dat heeft dus een aantal gevolgen naar controle, waarbij elke vorm van controle ontbreekt. Ook bij uitbreiding door de pers, want die plaatselijke pers, die stadsjournalist, die kijkt wat op hem afkomt. En als er geen oppositie is, dan komt er uiteraard ook niks uit de oppositie op hem af. Dan komt dus alles uit de meerderheid. Er zijn een aantal journalisten die mij daar op dat vlak, net zo goed als u als journalist, ook zegt van kijk, wat scheelt daar? We willen daar mee een verbetering brengen via de pers. En op een zeker moment voel ik, en dan zie ik het ook, worden zij gewoon weg en je neemt contact met de journalisten. En ja, kijk, wij moeten of mogen niet meer verder over deze problematiek iets schrijven. Als bijvoorbeeld een journalist, een plaatselijke journalist, iets negatiefs wil schrijven over Hasselt, je moet nog maar de intentie hebben, dan krijgt hij al een telefoontje van, ik zou dat toch maar niet doen, of ik zou dat toch op een andere manier schrijven, of ik zou het wel schrijven, maar daar direct tegenover dan natuurlijk weer de positieve aspect ervan. En zo gaat dat in zijn werk in Hasselt. Ja. En van waar komt het telefoontje? Ik denk van het stadsbestuur. Dat leidt tot normvervaging, tot een soort arrogantie van de macht. Bijna onvermijdelijk, niet omdat het in Hasselt is, maar ik denk dat dat overal het geval is. En ik zeg niet dat die mensen al de onwettelijkheid ingaan, maar het wordt allemaal een beetje vaak en het wordt allemaal een beetje vloe artistiek. Hè. Dat escaleert natuurlijk. Hè. Als jij nooit tegenstand krijgt, als jij nooit tegenwind krijgt, dan blijf je maar opdoen. Hè. Dan blijf je maar bezig, hè. Vorig jaar werd er bij de politiezone Hazodi onder impuls van de vakbonden een onderzoek gedaan naar het welzijn op het werk. Eén cijfer springt daarbij in het oog. Meer dan 36% van de mensen klaagt over pesten op het werk. Dat is bijna dubbel zoveel als gemiddeld in andere openbare diensten. Vera Franken legt de oorzaak van de problemen bij het nieuwe organogram. Het organogram, daar duidt me de commissaris als leidinggevende aan van de verzekeringen. Net die commissaris die in opspraak is gekomen met de verzekering. Men zet de kat letterlijk bij de melk. En dat is het nieuwe organogram. Bent u of is de burger dan nog verbaasd dat dat organogram na minder dan een jaar tijd resulteert in 36% van mensen die gepest worden. Wij hebben niet mogen meedoen aan die bevraging. Ik heb geen formulier mogen invullen. Anita niet, Serge niet, maar Jan ook niet. Wij zitten daar nog niet in. Ik ben niet verbaasd dat zo'n organogram leidt tot de resultaten van 36% gepesten, 4% van de mensen die seksueel geïntimideerd worden en 74% van de mensen die niet weten wat ze moeten doen. Men heeft zelf dat kind gebaard. Maar er beweegt toch iets bij Hazodi. Korpschef Michel Bekkers is afgelopen zomer na 12 jaar zelf opzij gezet. Wat was de ambitie van meneer Bekkers? Opnieuw een mandaatverlenging. Die komt er niet. Philippe Pirard wordt een nieuwe zonechef. Hij komt van Sint-Truiden en moet nu in Hasselt orde op zaken stellen. Ik denk dat in Hasselt de problemen die gesitueerd zijn zich vooral bevinden op bepaalde facetten van het leidinggevende niveau. Nu, wanneer ik kijk wat de problemen zijn, kan ik vaststellen dat op dit moment die problemen niet meer aanwezig zijn, dat de organisatie reeds is veranderd, zeker op het niveau van leidinggevenden. En op dit moment zijn reeds alle plooien gladgestreken, heeft men de officieren en de andere leidinggevenden een bepaalde functie gegeven die goed afgebakend is. Iedereen weet duidelijk wat hij moet doen, iedereen weet duidelijk wat hij niet moet doen. En van die basis uit vertrekken we nu. Dat was het.
Over de problemen blijft de nieuwe chef wat vaag, maar dit wil hij wel kwijt. Vera Franken en haar collega's zijn, wat hem betreft, opnieuw welkom in het kort. Nu, ik kan er op dit moment niet over beslissen, maar moest het zijn dat men zegt, kijk, ze zijn onschuldig of ze worden vrijgesproken, dan gaan we natuurlijk bekijken in welke mate dat we een oplossing kunnen bieden voor die mensen en dan zullen ze zeker terug in het korps worden geïntegreerd. Het vonnis van de correctionele rechtbank is al 3 keer uitgesteld. Vera Franken en Marianne Vonks wachten al meer dan een jaar. Nu is de uitspraak voorzien op 11 oktober. Dat is volgende week.